Donderdag is het hoogste punt van de restauratie en uitbreiding van Museum de Lakenhal in Leiden bereikt. Maar er is nog wel heel veel werk te verrichten. Nou, natuurlijk moet de afwerking plaatsvinden op alle verdiepingen. En ook de restauratie, zoals je in dit deel van het museum wel kunt zien, is nog in volle gang. Maar nog een paar maanden doorzetten tot de zomer en dan na de zomer is de oplevering gepland. Wat verwacht u van de nieuwe uitbreiding? Nou, voor ons is het heel geweldig dat we echt nieuwe tentoonstellingsruimtes hebben. En in november van 2019, daar presenteren we een grote tentoonstelling, de Jonge Rembrandt, met bruiklenen uit de hele wereld. Dat wordt echt iets heel bijzonders. En het bestaande gebouw kunnen we daardoor helemaal wijden aan de collectie. Dus we gaan hele mooie nieuwe opstellingen maken van de collectie. En ons publieksgebied wordt ook enorm verbeterd. Dus we hebben straks een kinderatelier, we hebben een mooi auditorium, we hebben multifunctionele ruimtes. We hebben een goede museumwinkel waar je heel veel stoffen kunt kopen. Want dit is natuurlijk een museum voor Lakense stoffen. En we hebben straks ook een museumcafé met een heel lekker terras op het zuiden. Dus eigenlijk de balans tussen publieksvoorzieningen, collectie en tentoonstellingen, die is straks helemaal op orde. Het is nog wel even wachten op de officiële opening. Wij denken volgens de planning, en die halen we nog steeds, dus dat gaat goed, gaan we in het voorjaar van 2019 weer open. Want het is voor ons best gek, voor mij als directeur, maar ook voor alle medewerkers, om te werken in een dicht museum.